Risa Ranger zou net zo goed een normale windjet kunnen zijn, maar hij is toch wel zeker voorzien van verschillende veiligheidsaspecten en comforteigenschappen die deze jas heel erg goed geschikt maken voor gebruik op de motor. Ik ben Mark van MotorKleinzetten.tv en dit is de review van de Risa Ranger, beschikbaar op MotorKleinzetten.nl. De Risa Ranger is speciaal gemaakt voor de mensen die rijden op een urban-achtige motorfiets of die een naked bike, tourmotor of eventueel zelfs een sportmotor voornamelijk gebruiken in en rondom de stad. Maar ook bijvoorbeeld op een motorscooter zou deze jas zeker niet misstaan. Hij is gemaakt van een licht slijtvast windstoppermateriaal, dus niet zo slijtvast als textiel en leer. Maar daaronder is hij voorzien van alle protectoren die deze jas toch wel heel erg veilig maken. Hij is gemaakt voor gebruik in mid-season en dat komt omdat hij is voorzien van een waterdicht en ademend membraan met daaronder nog een dunne uitneembare thermovoering. Naast dat deze jas is gemaakt van een windstoppermateriaal, is die op de schouders en de ellebogen ook voorzien van D3O-protectoren. Deze protectoren zijn ECE gekeurd, zijn wat zacht, je voelt en ziet ze bijna niet zitten, maar bij impact worden die hard en kunnen die daardoor heel veel energie absorberen. Zeker bij dit soort custom-achtige motorjassen waar je niet direct wil laten zien dat je een motorjas draagt, worden deze protectoren vaak gebruikt en die zitten heel erg comfortabel. Op de rug zit standaard ook zo'nzelfde D3O-protector. Ook weer vrij zacht. Zeker met je lichaamswarmte gaat hij helemaal naar je lijf staan. En uiteindelijk, mocht je hem nodig hebben, wordt hij hard en kan hij heel veel energie absorberen. Zie je dat hij aan de achterkant wat langer wordt? Zeker als je op een motorscooter zit of wat verder voorovergebogen op een sportievere motor. Zorgt dat ervoor dat je een goede afsluiting hebt met de broek. Nou, deze jas is waterdicht, dus we kunnen hem combineren met een textiele waterdichte motorbroek. Maar wij hebben hem hier gecombineerd met een wat meer casual oplossing. Dus met door een motorjeans onder te dragen. Zeker als je zo ergens komt aanlopen, zal niemand direct zien dat je net van de motor af bent gestapt. Qua ventilatie hebben we bij de oksels twee grote ventilatieinlaten. Dus de lucht kan hierin, slaat tegen het membraan aan, koelt je dan op de oppervlakte en kan aan de achterkant door de grote rits de jas ook weer verlaten. Zeker in de zomer haal je lekker dat voerentje eruit, gooi je de ventilatieritsjes open, kan je er eigenlijk alle kanten mee op. We kunnen de jas op de mouwen nog wat strakker trekken. Het lekkere van dat windstoppermateriaal is dat het van zichzelf een beetje stretchy is. Dus het zit toch vrij strak, gaat niet snel wapperen en voelt echt heel erg veilig. Dan hebben we aan de onderkant van de armen een drukknoopje. We kunnen eventueel je handen of handschoenen ondersteken. En hij is ook netjes afgewerkt met een wollen cuff aan de onderkant van de armen. Die kunnen we er natuurlijk ook uithalen als we de voering eruit halen. Deze gaat zo weer op het knoopje en zo kunnen we er ook voor kiezen om eventueel sportievere handschoenen over de jas heen te dragen. Aan de binnenkant zien we dan dat dit vest uitneembaar is. En dat we deze ook nog los als hoodie kunnen gebruiken. Dus het grappige van deze jas is de waterdichte softshell met protectie aan de buitenkant. Op locatie haal je die eruit, trek je zo de hoodie uit de jas en kunnen we op deze manier, als Paul de jas zo uittrekt, kunnen we zien dat je het vest wat hieronder zit prima in je vrije tijd ook nog zou kunnen dragen. Paul is 1,82 meter lang, weegt ongeveer 76 kilo en draagt hier van de jas een maat large. Nou, je zag dat hij met de windstopper en al redelijk strak aansloot en ook dat het vest ook een prima maat heeft. Hou er rekening mee dat er wel lekker wat stretch in zit, dus hij mag redelijk strak zitten direct vanaf het moment dat je hem de eerste keer aan hebt. Wil je op de hoogte blijven van alles wat MotorKleinzetten doet? Volg ons dan op Facebook, Instagram of abonneer je op ons YouTube kanaal. Vond u deze video nuttig? Klik dan op het duimpje omhoog. En wilt u weten wat voor de ideale maat motorjas is? Blijf dan even hangen. Ik ben Mark van MotorKleinzetten.tv en ik bedank u voor het kijken.